Vandaag blikken we terug op die keer dat het golfenstadion het decor was van de bekerfinale. In 1983 maakten NEC en Ajax over twee duels uit wie de winnaar werd van het KVB Bekertoernooi. Eén wedstrijd in Amsterdam, één wedstrijd in Nijmegen. Het werd over twee duels, 2-6 voor de Amsterdammers. En iemand die daar natuurlijk bij was, was Seije Visser. Seije Visser, 400 um, 91 wedstrijden voor NEC, ja. bijna 500. Bijna 500, ja. Hoe heb je het nog zo volgehouden? <laughs> Gewoon 15 jaar uh, bikkelen, hè. En dat ging uh, heel snel voorbij eigenlijk, hoor. Ja, Ja. Dat de tijd gaat snel als je het leuk hebt. Time flies when you're having fun. Ja, ja dat klopt. Ja. En wat, 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 wat maakt het nou zo leuk bij NEC? Nou, het is natuurlijk niet allemaal leuk. Nee. Ik heb dan al wel uh, het geluk gehad dat ik van die 15 jaar uh, 12 jaar eerder het Wiesje heb mogen spelen. Maar goed, ik ben ook twee keer gedegradeerd. Ja. En met de laatste degradatie, die had ik al zien aankomen, had ik gezegd: uh, ik, ik stop ermee. Ja. Ik wou niet nog een keer naar de eerste divisie. Nee. Ja, Je hebt eigenlijk alles al meegemaakt bij NEC. Je hebt wat is het? Vier bekerfinales meegemaakt. Ja. Op technisch gebied en op als speler. Mm. Uh, je hebt degradaties, Europees voetbal. Uh, maar wij gaan het hebben over die bekerfinales. Ja. Alle vier ben je erbij geweest. Ja, dat klopt. Twee als speler en twee als bestuurslid. Ja, en ja, de wedstrijd waar je eigenlijk de underdog was in 1983 tegen Ajax. Ja. Wat was dat dan voor, uh, nou voor finale? ja, Ajax is uh, wat mijn carrière betreft een uh, verhaal apart. Ja. Ja, want ik heb tegen alle clubs natuurlijk in, uh, in Nederland gespeeld en uh, tegen Ajax ook Tigje keer. En dat is de enige club waar ik nooit van heb gewonnen. Nee. Denk ook wel vaak. Ook die finales niet. Nee, ja. Het was ook een dubbele finale. <laughs> ja, ja. De KNVB had het uh, lumineus idee om vanaf de kwartfinales 1-1 uh, uh, terug te gaan spelen. Ja. En uh, ja, dat, was, uh, dat hebben ze één jaar, één jaar gedaan. En het vreemde was dat ze ook doelsaldo niet telden. Nee. Dus wij verloren bij Wageningen uit met 3-1. En uh, wonnen thuis met 2-1. En moesten toch de verlenging in. En ja. daarna naar de nog. Dat is wel heel gek. Want en dat is op zich heel raar natuurlijk. Ja. Een heel raar systeem. Want in totaal doelverschil. Ja. Uh, verschil Verlies ja. je dan over de ja. scheiding van Wageningen. Maar dat telde toen niet. Dus, uh, ja. Heeft het wel iets? Een beetje finale en nogal hard? Nou ja, ik vind de finale moet op één plek gespeeld worden. Ja. Dus dat doen ze bijna in alle landen. En, uh, en nu in Nederland ook hoor. Maar... Dus uh, ja, tuurlijk, als je thuisvoordeel hebt, dan is dat mooi. Maar uh, ja, ja zo'n zo bekerfinale in de Kuip. Ik heb hem toen in 73 ook in de Kuip gespeeld. Nou, dat is ook hartstikke mooi. Ja. Ja. ja, dat AX van 83 was ook wel uh, bijna de onaantastbaar, denk ik. Uh... Ja, goed, als je de namen vergelijkt, dan uh, we hebben we het nog, nog vrij redelijk gedaan hoor. Ja, twee keer 1-3. Twee keer 1-3. En uh, met name hier thuis hebben we het nog uh, heel lastig voor ze gemaakt. Maar goed, dat uiteindelijk toch verloren, maar we hadden de prijs toch al binnen, Europees voetbal toe. Ja, dus het gevolg daarvan is ja. misschien nog wel veel mooier dan het halen van zo'n finale eerst de S.K. Bran en dan ja. tegen Barcelona. Nou ah, ja, goed. Dat was natuurlijk helemaal mooi dat je Barcelona lood in de tweede ronde. Het ja. was al mooi dat we de tweede ronde haalden natuurlijk. En toen hebben we ook in, in Noorwegen onder de douche geroepen laat Barcelona maar komen. Ja, en, die kom ook uit, en die kwamen we ook, ook uit de koken. En ja, dat was natuurlijk een, uh, een droom die waarde, waar ze het nu nog over hebben. Ja, legendarische wedstrijd, ja. 2-0 voor ja. en dan toch 2-3 verliezen. Ja, de heren werden een beetje gepikeerd natuurlijk, ja. de Spanjaarden. Dat ging een tandje hoger en een tandje harder met name. En de scheidsrechter was daar niet tegen opgewassen. Dus uh, ja, uiteindelijk werd er wel een van hun afgestuurd ook nog. Maar het was een harde wedstrijd, ja. Het was ook een jaar dat, in, uh, dat jullie, toen, toen jullie tegen Barcelona speelden, speelden in de eerste divisie. Ja. Hoe kan het dan dat jullie dan toch de bekerfinale hebben gehaald? Het jaar daarvoor. Nou ja, op misschien, ja. misschien heeft het de de, 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 de bereiken van de bekerfinale ons wel het de eerder of het kost het. Ja. Het is maar hoe je, hoe je het doet. Nee, het allemaal niet uit. Nee, we stonden inderdaad uh, op degraderen. Ja, ja, goed, dan kom je toch in die finale terecht. En uh, ook onverwacht. Nou ja, en dan Degraderen, ja het is niet anders. Ja. Ja. Deze Beekje-finale, hoe kijk jij nu naar dit, uh, naar dit NEC? Kan het jou een beetje bekoren allemaal wat je ziet? Nou, de laatste maanden wel. De eerste maanden ben ik heel kritisch geweest op NEC en ook terecht. We hebben wedstrijden verloren hier en punten gespeeld die eigenlijk wel nodig waren. Als je denkt aan Excelsior, Vitesse, Volendam met heel veel pijn en moeite in de slotfase 0-3-3. Dat zijn allemaal punten die nu goudkwaad zouden zijn geweest. Maar goed, na de winterstop hebben we ons eigenlijk... Het breedpunt voor mij was de wedstrijd bij AZ uit, het gebeuren met Bas Dorst. En daarna is er iets in de groep gebeurd. Of dat in direct op betrekking heeft, weet ik niet. Maar ik heb zo vermoeden. En toen kwam er een omslag. En kwam er in één keer wel een samenhorigheid. En een team geest en spirit. In de, en ja, sinds die tijd zijn we eigenlijk heel goed gaan spelen. Dan uh, ga je in naar Feyenoord. In de Kuip. Ja. Wordt het een uh, zware dobber? Nou ja, makkelijk is het natuurlijk niet. Feyenoord heeft een thuisvoordeel. Hoef je daarin een thuisvoordeel? In de Kuip? Met, uh, met twee... Leiders nou, ja. van de supporters? Ja, het gaat niet zozeer om de supporters, maar je speelt in je eigen vertrouwde omgeving. En dat, is, uh, dat voelt toch altijd anders aan als dat je ergens anders in- en uitwissel speelt. spelen. Ja, ja. Dus dat is hun voordeel. Ja, en voor de rest, als, als ze natuurlijk volop draaien als spelers zoals tegen Ajax, dan geven we ook niet zoveel kansen. Maar ik denk niet dat wij het zover laten komen. Wat, uh, wat is je voorspelling? Durf je de uitslag te geven? Nou ja, voorspellen is altijd heel lastig. maar... Ik, ik, ik hoop op, uh, op een gelijkspel, 1-1 of 2-2. En dan verlengen en dan misschien met penalties winnen. Ja, dat dan, dan wordt het een loterij natuurlijk. Dan wordt het wel heel spannend. Ja. Als Jasper er dan uh, nu is het niet 1-2 pakt, dan komen we er heel eind. Hij, hij, hij kan het nu wel. Hij kan het nu wel, ja. Okay. Dankjewel, Seijer.